Sinds april is het zogeheten Wallen-convenant van kracht dat overlast van te grote, luidruchtige groepen moet voorkomen. Maar volgens de PvdA zijn die afspraken te vrijblijvend. We zien dat de groepen veel te groot zijn. We zien dat groepen zich ook niet houden aan allerlei afspraken. Nogmaals, we zien dus ook dat allerlei groepstoers het convenant niet ondertekend hebben. Dus je hebt wat dat betreft heel weinig middelen als gemeente om het met convenant te regelen. Nou, en als het dan niet werkt, dan zeggen we, dan moet je het op een andere manier doen, namelijk met vergunningen. En het trof, want ook D66 en daarmee een meerderheid in de gemeenteraad denkt er net zo over. Ik wil de heer Boutkan dan ook bedanken dat hij ongeveer hetzelfde voorstel doet als wat ik in motie heb voorbereid bij de voorjaarsnota. Dus die zal ik zo aan u voorleggen, want wellicht kunnen we samen optrekken. Ja, even, nou dank in ieder geval voor de steun voor mijn ideeën voor een vergunningsstelsel voor gidsen. Want dat is volgens mij is dat een hartstikke goed idee. Goede ideeën alom dus vanmiddag, volgens de partijen zelf. Een verschil alleen tussen beiden is dat de PvdA vergunningen wil voor alle drukke plekken in de stad. En D66 wil beginnen op de Wallen. Maar laten we wat dat betreft het hier ophouden. Het is altijd mooi dat een goed idee vele vaders heeft, meneer Boutkan. Belangrijker, gaat de wethouder die ideeën ook uitvoeren? Dat is ze wel van plan. Sterker, ze had er al rekening mee gehouden bij de invoering van het Wallenconvenant. Als het nodig is om overlast terug te dringen, dan ben ik daar zeer toe bereid. Je kunt het niet van de ene op de andere dag doen. Het wordt nu zorgvuldig voorbereid. In het najaar zijn we zover dat we en kunnen beoordelen of het convenant heeft gewerkt. En kunnen beoordelen of dat vergunningsstelsel op een verantwoorde en ook goede manier kan worden ingevoerd.